Kijk, dit is nou eens eventjes het beste plekje om te gaan zitten. Dit is nou het beste plekje om te gaan zitten als huider. Echt gewoon dit. Dit is gewoon, bam, het beste plekje om te gaan zitten. Ik zweer het je als meloen. Yo mensen van het Games. Vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuw filmpje van mij met Hide and Seek. Ik hoop niet dat het heel erg opviel dat ik erachter stond. Maar hey, welkom bij een nieuw filmpje. Het is je boy Linktiger back in the game with de verstoppertjes. Nogmaals bedankt voor de immense support op dit. Hide and Seek wordt zo goed ontvangen door jullie. En ik vind het hartstikke leuk om te spelen. Dus ja, gaan we blonken kiezen. Wat gaan we kiezen? We gaan natuurlijk voor de melon. Zoals ome Don zou zeggen, zeggen we dan altijd. 30 seconden tijd om te verstoppen, jongens. Wij gaan ons lekker verstoppen. Kijken hoeveel meloen hier gaan zitten. Ja, maar weet je, als ik hier ook als meloen ga zitten, dan valt het wel een beetje op, denk ik. Gaan mensen me zo vinden? Dat is de vraag altijd, weet je. Gaan ze me gewoon zo vinden? Wat is nou gewoon de beste verstopplek voor een meloen? Wat is de beste verstopplek? Ja, gewoon niet in de span zitten. Ik zie daar gewoon, nu mensen daar gewoon vechten in de span. Wat een wilde mannen. Kijk, helemaal wild worden. Ze gaat achter dat houtblokje springen. Hij heeft gewoon geen zin meer in. Ja, hij gaat mij zo slaan. Zie je dat? Hij gaat mij gewoon slaan. Wat een hond. Wat een... Oh, ik moet zelfs wezen. Hij zit achter me aan. Oh ja, achter me aan. Hij zit achter mij. Oh ja, achter mij. Hé, meloentje. Wil jij eventjes de overnemen? Hey. Jij is mij kwijt. Hallo meneer de meloen. Wil jij mijn beste vriend worden in heel de wereld? Ik denk het niet. Jammer, jammer. Er zijn wel heel veel vriendjes hier. Er zijn weer heel veel vriendjes en vriendinnetjes. En ze komen er weer aan. Oh ja. Yeah. Kijk, voor AP. Dat is belangrijk. Dat zijn de belangrijke dingen in het leven. Of je voor AP hebt of niet. Kan ik hier gewoon zo chillen, weet je? Kan ik hier gewoon zo staan? Oh. Als dit kan, hè. Als ik hierop kan staan. Dan zou het echt... Ah, oh, dat kan niet. Maar het ziet er wel legit uit, toch? Zo'n vliegende boel. Ja, ik blijf hier gewoon lekker zitten. Kijk, dit is nou eens eventjes het beste plekje om te gaan zitten. Dit is nou het beste plekje om te gaan zitten als huider. Echt gewoon dit. Dit is gewoon, bam, het beste plekje om te gaan zitten. Ik zweer het je als meloen. Oh ja hoor, niemand gaat mij doorhebben zo. Echt gewoon helemaal niemand. Het beste plankje is gewoon dit plankje hier zo. Ja kijk, die man wordt er achtervolgd, maar ik niet. Want ik zit hier zo. Wie gaat er nou gewoon doorhebben dat er een meloen hier zit? Gewoon helemaal niemand. Oh, wat een wilde mannen. Kijk, daar zijn ze gewoon daar aan het kutten. Zie je dat? Ze zijn gewoon aan het kunten daar. Echt waar, toen ik dit voor het eerst opnam, had ik echt geen idee dat ik dit zo leuk zou vinden. En gewoon de tweede keer dacht ik gewoon zo, wow, ik ga het gewoon nog een keer doen, ik vond het hartstikke leuk. En de derde keer dacht ik, ja, waarom niet? Weet je, het is gewoon hartstikke leuk. En die man daar in de verte, die heeft me een paar keer aangekeken, maar hij wil me gewoon niet doodmaken. Hij gunt het me gewoon. Kijk, hij is gewoon die houtdingetjes aan het slaan. Iedereen staat houtdingetje en ziet daar een meloen. Ja, je moet niet als meloen lopen, je moet gewoon aan een trap hangen. Dat is gewoon de normaalste plek voor een meloen. Hey, spacey varkentje. Nee! No, laat me met rust. Ik ben ook maar een meloen. Oh, for fuck's sakes, man. Oh, la 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 la. Niemand heeft me door. Niemand heeft me door. Ik ga hier zo zitten. Hé, varkentje. Hé, je hebt me niet door, toch? Hé, nee, 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 shit, 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 shit. Shit. Oké, meloen werkt dus niet zo helemaal perfect. We kunnen natuurlijk kiezen tussen een boekenkast, een stukje kool, een furnace en natuurlijk een hooi dingetje en natuurlijk een crafting table. Het zijn mooie blonkjes in de wereld. Maar ik denk dat ik voor de furnace ga. Dat lijkt me wel mooi. Kut. No, waar ben ik? 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 Oh mijn god, ik ben ook een furnace ook. Hè. Ik had niet eens geklikt. Ik was net te laat. Maar de goden hoorden mij en die zeiden, Link, jij wordt vandaag een furnace. En ik word ook een furnace. Oké, we staan een beetje zo naar deze kant op. We zien iemand in het raampje. Zie je dat daar? Iemand zit daar in het raampje. Hallo. Oh god. 3 seconden. 3 seconden. No, 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 da, 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 da. Ik vind dit een mooi plekje. Ja, ik hoor iemand. Wat gebeurt er? Oh, daar is die. Oh, ik ben solid. Al net ben ik wel solid geworden. Jij hebt mij niet door. Niet door, niet door. Ja, niemand. Ja, ja, niemand. Ja, ja, niemand heeft me door. En hij slaat die boekenkast. En het gaat mij met rust laten. Dankjewel. Weet je, het is gewoon genieten. Er zijn nu al gewoon 7 seekers. En ik ben gewoon nog één van de verdedigers. Oh, er zijn er al 9. Nee! Oh my god, dit ging zo snel. Mensen zijn goed geworden. Hoe dan? Sinds wanneer zijn mensen goed in het spel? Oké, we zijn gewoon in hetzelfde mampie. Gewoon hetzelfde mampie. We gaan het gewoon nog eens proberen. Maar nu ben ik een crafting table.
En er staan mensen hier allemaal in het vuur. Waarom gaan mensen hier in het vuur springen? Waarom doen ze dat? Wat is dit voor logica? Dit is echt bullshit. Oh, ze gaan zichzelf doodmaken om zieker te worden. Dat is bullshit, ouwe. Dat vind ik echt raar dat je dat doet. Oké, ik snap het wel, maar het is wel een beetje raar. Ik ga hier wel gewoon een crafting table staan. Dit vind ik een mooi plankie. Nee, eigenlijk is het obvious, hè. Twee crafting tables naast elkaar. Ik ga wel ergens anders staan. Hé, een kast. Hé, dan maar. Ik ga wel... Oh, zo... ik dacht dat die chest bewoog daar. Oh, er zit een furnace nu op mijn plek. Oh, nee. Ik ben een crafting table naast het bed. Er zou normaal gesproken altijd een crafting table naast je bed moeten staan. Weet je wel, als nachtkastje. Dat vind ik wel een mooi plankie. Kijk, mooi. En nu gaan we gewoon wachten tot iemand zich heel erg cool voelt om naar mij toe te kijken. Nee, hooi blokje. Dief toch ophouden. Fuck. Oh. Pop. Nee. Maar kijk, als je het op ze krijgt om een ponty te worden, dan nemen wij die kans om een ponty te worden. Oh, what the fuck is deze map? Deze map heb ik nog nooit gespeeld. Oh, dit is een mooie. Wat is dit voor map? Heb ik deze ooit gespeeld? Ik weet niet of ik dit... Oh, voor mij heb ik dit één keer gespeeld. Echt één van de allereerste mapjes ooit. Interesting. Here, very interesting. Hartstikke leuk. Maar ja, ik ben natuurlijk een ponty. En een ponty moet natuurlijk even het juiste plankje vinden waar die moet zijn. Oh god, hij heeft me al gezien. No. Ik ben een ponty. Potje. Vet op de tafel gezet. Oh, Juke. Hij juke hem. Oh, zag je die Juke? Die Juke had jij gezien. En daarom heb jij nu een duimpje omhoog achtergelaten op deze video. 100% zeker dat jij nu een duimpje omhoog achterlaat op mijn video door die Juke. Oh mijn god, die was een meestelijk mooi ouwe. Hij zit nog steeds achter me aan. Oh mijn god. Nee. En blijkbaar zit weer in hetzelfde mampie. En hetzelfde mampie betekent natuurlijk weer een flauwe ponty. Ja, oei. Oh, je kan ook hier helemaal... Oh, ik dacht heel even dat je daarheen kon daar, hoor. Dat is echt meestelijk geweest. Oké, kan ik hierop staan? Dit valt veel te erg op. Kan ik ergens gewoon even goed staan, weet je? Gewoon even waar je denkt van... Nou, Link, dat vind ik wel een mooi plekje waar je bent. Oh, je kan hier binnen staan. Oh, kan ik hier binnen staan? Je kan hier net niet binnen staan. Oh, dat is zo zonde. Maar ik kan wel hier zo staan. Oh, dit is een goed plekje. Ja, dit plekje. Kan ik wel even... Ik hou van dit plekje. Dit is een mooi plekje. Oké, ik ga het plekje onthouden. Hè. Hier kan ik altijd naar terug gaan. Ik moet een beetje kijken waar de ziekers zijn. Want je weet het nooit. Oh, ik zie er eentje. Zie je hem? Ik zie hem daar. Hij is daar wild aan het slaan. Oh, dat potje daar is goed aan het juken, jongen. Die is goed aan het juken. Hij is ook agressief aan het doen. Hij is gewoon achter hem aan het rennen. Oké, ik doe mee, weet je. Ik doe ook gewoon stoer net als dat andere potje. Oh, dat potje hier. Kijk, dat potje hier. Oh, Hij ziet ons niet. Oh my god, dat potje hier, jongen. Waar is die? Oh, wat hoorde ik? Hallo? Potje was wild. Kan ik vertellen? Die was wild. Oké, we gaan nog meer juken. Oh, dat potje staat achter hem. Oh, dat potje slaat hem. Zie je dat? Dat potje slaat hem door elkaar. Oké, potje, nu is mijn beurt. Ik ga hem nu slaan. Yes, ik heb hem geslagen. Oké, ik ga ook hier met je mee naar boven. Oh, hij wordt in elkaar geslagen. Kom, we slaan hem dood, potje. Oh mijn god, we hebben iemand doodgemaakt. We hebben een zieke doodgemaakt. Oh my god, dat is echt de beste tactiek om te winnen. Holy shit. We hebben gewoon een zieke dood gemaakt. Oké. Kijk of we wat meer kunnen vinden. Want er is nog één ziek rover. Potje. Oké, ik vertrouw jou, hè. Potje, jij bent echt de beste potje ter wereld. Als wij de volgende zieke ook daar... Oh mijn god, allemaal potjes zijn hier. Als wij met z'n allen de zieke dood maken... Betekent dat wij gewoon hebben gewonnen als hiders. Maar weet je, waar is die zieke? We moeten hem gewoon neerhalen. Oh, hier is die. Ik zag hem. Ik kan hem niet alleen aan. Oh, daar is hij. Oh, hij wordt geslagen door een anvil. Oké, kom ik. Pam. Ho. Oké. Rustig aan. Oh, hij wordt in elkaar geslagen. Ja, allemaal unite. Allemaal op hem. Oh god, ik werd geslagen. Oh my god. We hebben hem doodgeslagen. Holy shit, hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Oh my god, wat nu? Dat was toch de laatste? Maar er zat nog steeds één zieke dan? Wat is er gaande? We zijn zo wild met z'n allen. Waarom zijn we zo wild? We zijn echt compleet wild. We zijn gewoon hier met z'n allen zijn we gewoon
allemaal iedereen aan het doodmaken. Dit is geweldig. Dit is geweldig. Ja, oh, ik zie hem. We zien hem, de zieker. De zieker is daar. De zieker is daar. We maken hem dood. Oh, mijn god. Dat is, dat is dezelfde persoon. Als hij doodgaat, dan respawnt hij weer. Oh, oké. Maar hij wordt gewoon in elkaar geslagen. Hij wordt gewoon in elkaar geslagen. Arm joch. Dit is wel heel erg zielig, hoor. Dit is wel heel erg zielig, jongens. Wat doen we hier? Ik vind hem wel een beetje zielig, hoor. Dit is wel een beetje zielig wat we aan het doen zijn. Kijk dan, we zijn hier met een heel leger staan. We hebben voor mij gewonnen. Ja, we hebben gewonnen. En hij heeft 0 kill. Hij heeft gewoon 0 kills. Feels fucking bad, man. Oké. Zie je deze Ryan? Deze Ryan. Die slaan we even... Oh, mijn god. Ik heb nog 2 hartjes. Oh, mijn god. Hij heeft me bijna... Ik ben een blonkie. Hij heeft me hartstikke bang, want ik ben een blonkie. Oh, mijn god. Hij had me bijna doodgemaakt, die man. Wat een wild joch. Oh, god. Daar is die. Ryan staat daar. Ryan is hier wild aan het doen. Er zijn zoveel mensen om dood te gaan, omdat ze allemaal voor Ryan gingen staan. Ja, maar Ryan is ook al een sterk joch. Dus ik sta hier wel lekker in het hoekje, hoor. Geen probleem. Even HP regen. Hey, Louis. Doei, Louis the Great. Gaat allemaal wel prima hier zo, hoor. Hey, Abby 73. Hey, Kuka Kuri tweet. Doei, tot ziens. Tessa Cupquake. Hey, jij ook nog een fijne dag, hè? Ja, nee. Wil je even doorlopen, Tessa? Tessa, ja, goed. Zo, loop even door. Ik heb toch geen zin in jou. Ik mag zeggen, er zijn nog maar een paar mensen over. Dat wordt echt wel weer een kort ponte, hoor. Want mensen zijn helemaal wild aan doen. Helemaal schreeuwen. Helemaal achter de computer. Helemaal, ja, nog maar 7 mensen. Helemaal 6 mensen. Jezus. En ik zit hier met Waykill. Oh, ik zag hem omkijken. Hij heeft hacks. Hij heeft sowieso hacks. En kijk hoeveel mensen aan het zieken zijn, jongen. Niemand kan... Kijk hoeveel mensen nog moeten zieken. Die zitten daar allemaal te wachten op te respannen. En ik heb gewoon een zwaardje. Nou, hartstikke fijn, want er zijn nog 3 hiders. En ik ben er eentje van. Word ik de laatste hider? Dat zou wel fucking cool zijn. En als ik het uit... Nee, dit gaat nooit... Never nooit werken. Hey, Ryan, kom hier waken. Waarom ziet niemand mij? Er zijn nog 2 hiders over. Nog 2. Hey, Kennen. Hey, Nati. Hey, hartstikke leuk. We zijn Lois the Great. Ik had je net al begroet. Tot ziens. Very good. Goodbye. Good luck. Other blocks. Ja, we zijn nog wat 2. Hey. Ah, foei. 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 Nee, ze zien me gewoon niet. Waarom ze... Oh, nee. Toby. Poké Toby. Nee. Nee. Loop maar door. Loop maar door. Doe. Get the fuck out of here. Nog 1 hider over. Ik ben als enige over. Ik ben de laatste hider over. Oh, mijn god. Oh mijn god. Dit is gewoon het beste plekje. Ik ben als laatste over. Ik zeg het je, jongens. Nog 2,5 minuut volhouden en dan winnen wij. Wat sowieso niet gaat gebeuren, want Kennen en Gamers en die andere gasten zijn zo goed. Maar niet heus, want ze zien me niet. En Ryan maakt me dood. Ah, Ryan! Nou, ik ben dood. Fucking damn it. Moet toegeven, ik had het lang, maar ook echt heel lang overleefd. En omdat ik dat heb gedaan, moet jij natuurlijk even hier op een andere video van mij klikken. Want het is natuurlijk ook hartstikke leuk. Daaronder kun je op mij abonneren als je dat niet hebt gedaan. En daarnaast kan je natuurlijk merchandise kopen zoals deze muts. En dan bedank je voor het kijken naar deze video. En ik zie je nog meer eens. Later.